Hebben jullie ooit in leven zo'n keto barbecue gezien? We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En weet je wat mij zo hard irriteert? Dat gewoon de video, het boeit hem gewoon niet. Ik ben zo excited om weer gewoon iets nieuws te beginnen. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga even naar een mooie sunlight, want dan zie ik er beter uit, toch? Oké, ja, op mijn telefoon zag het er mooi uit als ik hier stond, weet je, fuck it. Nou, hallo jongens, zoals jullie zien, it's a new week, it's a new day, it's a new week, it's a new day. Als ik een nieuwe pruik op heb, dat betekent dat ik een nieuwe personality heb. Dus, hallo iedereen. Vandaag is Daf's moeder op bezoek, dus ik ga niet zoveel vloggen vandaag. Ik heb me opgemaakt weer voor shit. It is what it is. Nou, ik weet niet wat we vandaag gaan doen. Maar ik moet vandaag sowieso iets gaan opnemen. Want ik heb mijn make-up gedaan en anders vind ik het zonde. Dus we gaan zien wat we vandaag gaan doen. Willen jullie zien hoe ik de trap afren? Oké, want jullie dat zo graag willen. Oké. Dat sloeg echt nergens op. Oké. Oh, ik vind mezelf echt grappig voor dit. Oké, nou doei. Ga jij sporten of niet? Zo, het is wel heel dichtbij hoor jongens. Nou, we zijn nu buiten. Bij een speeltuintje met Daf's zusje. En ja, het is echt lekker weer. Dus waarschijnlijk gaan we straks barbecuen. En ja, ik hoop dat het niet verbrand. Vorige keer ging we barbecuen en toen had ik kranten erin gegooid. En toen zaten allemaal kranten op het eten. Dus ja, dat is niet zo slim. Dus vandaag gaan we lekker weer. Maar yes, yes, let's get it! Ach, schattig. Nou jongens, de vier zou boodschappen doen. Hij is echt al 20 minuten weg. Dus ik vraag me echt af welke boodschappen zo lang duurt om te doen. Maar ik ben echt moe hoor, dus ik ga denk ik even een dutje doen. En dan gaan we daarna barbecuen. Dus daar heb ik wel echt zin in. Ik vind dit shirt zo fucking gruwelijk van Dragon Ball Z. Oh, jullie zien het niet goed. En ze verkochten deze gewoon bij de H&M. Nou, we zijn er klaar voor hoor. Kijk, zeg maar, ik ben een persoon die vindt dat barbecue altijd te lang duurt. Dus ik ben altijd degene die dan altijd alle stokbrood opeet. Als je dat ook bent, zet in de comments. Wie is net als ik? Wie is net als ik? Wie is net als ik? Wie is net... Hebben jullie ooit in jullie leven zo'n keto barbecue gezien? Nou, jullie willen echt niet weten wat wij... Het ziet er toch niet uit. Het zit zoals eten op mijn fucking camera. Nee, dat kan je gewoon. Kijk eens. Oh, vind jij doet het wel. Ik zou dat echt niet doen, hè. Wow. Alles stond niet aan. Moet je op dat knopje klikken? Ja, heb ik nu. Maar kan ik het gewoon naar buiten halen of moet het gewoon daar blijven? Zo. Ja? Nou, we zijn hier met Lily en met Abby ook. Hoi. Hoe is dat met jou dan? En met Douchy de hond. Nou jongens, het is alweer donker. We hebben met z'n allen één satéetje gegeten. Daarna heeft de barbecue het opgegeven. Ik denk, we moeten het maar in een pan gooien, man. Papa, moet je... Hou je bek, want je wilt niet stoer komen doen. Nou, goedemorgen jongens. Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag maandag. En we zouden eigenlijk hardlopen. Maar ik moet naar de stad gaan. Om
spray te halen van mijn kruis. Ja. Ik zeg eerlijk, het lijkt wel alsof het minder is geworden. En ik heb die video van die aloe vera gel 3 dagen vanaf vandaag opgenomen, dus ja. Nou, dit is de outfit of the day. Dit shirt is van I Aim Fashion. Broek van Black Bananas. Het hoort eigenlijk bij een trainingspak en dan gewoon slippers, man. Ik heb lang mijn voeten ook niet gedaan. Mijn nagels niet gedaan. Maar ja, dat is nu ook niet echt nodig of zo. Het is tijd. We gaan hardlopen en dat doe ik natuurlijk zonder pruik. Ga je nog omkleden? Ga je nog omkleden? Ja, ik ga zo. Ja, maar ik wacht al best wel lang. Ja, ik ben toch al klaar met omkleden. Als je je ding maar ook kan doen. Hoe ga je naar de plus? Ik ga zo naar de plus. Hi. Woep, 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 woep. Kijk, willen jullie nog wat hebben? Cola, oké, komt er maar. Nou mensen, hoe het even opgaat en ik ben weer met Angelique. En je hebt een mooie prinsessenjurk aan. Doe eens normaal. Kijk in je mooie prinsessenjurk. Zo. Mooi hoor. Hey, jij bent nu een grote meid. We gaan niet meer duimen, hè? Ah, dan ga ik die duim op eten. Daar. Zeg maar, hallo, ik ben Angelique en ik stink. Zit met een katje in de auto. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oh, is het afgelopen? Ja. Nou, er is hier opeens een schommel. Oké, nu ben ik. Nu ben ik. Ga je voor me filmen? Waarom kan op druk als die klaar is? Oké, ga aan de kant, anders vlieg ik zo tegen je aan. Hier? Ja, ga een beetje naar de zijkant dan. Oké, genoeg. Altijd aan de deurknop. Hoezo? Jij is op jouw kamer. Hallo Angelique. Kijk. Een roomtour van Angelique. Kijk, hier kan ik in springen. Hier ga ik staan en ga ik in springen. Zo, mag ik dat zien? Ja. Hey. Nou, ik ben nu samen met Angelique oude vlogs aan het kijken. En we gaan binnenkort de reactievideo online zetten. Wat ben je aan het doen? Waarom ben je blank? Springen op het bed. Waarom ben je blank? Kijk, kleine oelewapper. Nou, kijk.
Ik en Angie hebben niet dezelfde vader. Nee jongens, ik ben echt fucking pissig, want ik was dus net bij mijn moeder en ik moest wachten op Davinho en hij zei van ja, ik ben straks thuis. En ondertussen moest ik gewoon 20 minuten lang voor de, dankjewel, 20 minuten voor de deur wachten. En mijn moeder zei ook van ik heb echt geen tijd voor deze shit hoor. Dus toen heeft ze me afgezet bij Ros, ik ben nu bij Ros. Oh mijn god. En ja, en weet je wat mij zo hard irriteert? Dat gewoon Davinho, het boeit hem gewoon niet dat ik moet wachten. Het boeit hem gewoon echt helemaal niks. En dat irriteert me gewoon zo erg. Ja, dankjewel. Ros is zo lief, ze heeft pompoenensoep. Ga ik meenemen. Lekker. Ik hoop het voor je. Ja, ik vond het lekker. Jij vond het lekker? Wil je zo'n avocado iets erbij? Of? Ja, die avocado is wel een beetje aangebrand, maar ja. Die moet in die soep eigenlijk, hoor. Maar. Ja, maar zo kan ik heel nog doorgaan. Oké, nou, ik ben gewoon even aan het lopen. Ik ben dus, ja, kut. Nou, ik zie iemand staan, maar ja, I don't give a fuck. Ik ben dus ongesteld en ik heb gewoon echt helemaal nergens zin in. En ik irriteer me gewoon aan mezelf. Dat is gewoon fucking vervelend, maar ja. Nou, die man heeft dus nu ook gehoord dat ik ongesteld ben. Nou, lekker dan. Ja, I don't give a fuck. I don't give a fuck, fuck, fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. Ik heb mijn been ook helemaal niet ingesmeerd. Bachao van hier tot Tokio. Ik denk bachao in de lucht is nu erger dan corona. Maar oké. Tepels staan helemaal stijf van joh. Fucking koud, zo heb ik geen jas aan. Nou mensen, ik heb goed nieuws. Vanaf volgende maand ga ik beginnen met mijn eigen lipgloss lijn. En dit is de primeurtje die ik jullie al kan geven. Ziet er zo uit. En ik weet nog niet hoe ik deze ga noemen. Ik denk Pink Pussy of zo. Pink Pony. Gewoon van die gekke namen, net bij mijn lashes. Dus ja, maar ik ben zo excited om weer gewoon iets nieuws te beginnen. Heet er een nieuw bedrijf. Gewoon bedrijvigheid, je weet toch? En deze kleur, oh mijn god, staat me echt pretty. Oh, zo hyped, zo hyped. Oké, jongens, ik ben heel lang bezig dus met nieuwe muziek maken. En ik ga jullie primeurtje laten horen van een nieuwe tune die ik heb gemaakt. Oké. Wacht, laat me een showtje geven. Nou mensen, het is nu super laat. Ik ga nu even snel koken. En ik ga jullie zo het eindresultaat laten zien. Omdat mensen zomaar honger hebben midden in de nacht. Oh, een shout-out naar mama voor de eieren. Eieren uit Barneveld. Ja. Wat is het? Nou jongens, het is super lekker. Vind je het ook lekker? Ja? Nou, dit was alweer de vlog. Vond dit een leuke video? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En binnenkort komt er nieuwe muziek. Dus hou me op de hoogte. Hou Norsha ook op de hoogte. En dan zien we jullie weer snel. Later.